Een flinke aanvaring tijdens de raad met Pieter van den Burg van de PVDB als het gaat om geld dat nodig is voor het ambtelijk apparaat. Ja, aanvaring, je mag verschil van mening erover hebben. Er werd wat opgemerkt over het proces. Het proces was van tevoren met de raad en met het presidium doorgesproken. Dus dat kan geen verrassing zijn op de manier zoals dit stuk nu naar voren toe is gekomen. De heer Van den Burg sprak over de Blom-norm. Wat was dat precies? Blom-norm wil zeggen, eigenlijk gerelateerd een beetje aan de Zalm-norm, dat binnen je eigen programma, of dat nou X is of onderwijs of whatever, dat je voor- en tegenvallers daar eerst moet zien weg te werken met elkaar. En dat je het geld niet van het ene potje naar het andere potje overhevelt. Klopt. En daar is in deze ook hier goed naar gekeken. Nee, want de gemeente die moet dus 3 ton per jaar gaan gebruiken om dat ambtelijk apparaat te verstevigen. Nou, dat is niet voor in de eeuwigheid, dat is één. Het is ook zo dat het allemaal geen nieuw geld is. De raad heeft in het verleden al geld beschikbaar gesteld. Dat herbevestigen we als het ware nu. Dat is ook al voor meer dan 3 ton. Wat we hebben gezegd is van we willen gewoon de komende 3 jaar die impuls aan de organisatie geven. Er is de afgelopen jaren veel op bezuinigd. Ook echt de reden waarom we in Tiel voor belangrijke voorzieningen nog af hebben kunnen blijven als het ware. De ambtelijke organisatie heeft ook de afgelopen jaren meer bezuinigingen opgeleverd dan dat we hadden ingeboekt. Maar je hebt gewoon nu dat geld nodig om de organisatie naar de nieuwe manier in te schikken. En daar dus die 3 ton voor nodig, ja. bijna 1 miljoen per jaar, in 3 jaar. Maar hoe verkoop je dit nou aan burgers? Als je zegt bijvoorbeeld een kunstgrasveld in Waddenooien, dat kan niet, want er is geen geld voor. Je wilt dat de organisatie, dat de gemeente Tiel er is voor inwoners. Daarvoor moeten een aantal processen goed lopen. Dat is niet alleen het paspoort verzorgen. De gemeente doet nog heel veel meer dingen. En wil je daar de dienstverlening, de kwaliteit op peil houden, dan zul je dit moeten doen. Dus achteraf gezien zijn de taakstellende kaders die gesteld zijn om het ambtenarenapparaat anders te in te richten, te strak gesteld? Nee, want die zijn de afgelopen jaren gehaald en willen we die de komende jaren blijven halen. En dat is belangrijk, want anders is er sowieso minder geld dan voor al die andere wensen die er natuurlijk terecht leven in de samenleving. Dus wil je daar die ruimte voor behouden, dan moet je de organisatie als het ware binnen de voorgestelde kaders laten passen. En dan heb je 3 keer dit bedrag nodig. Dus smeerolie om dat piepen en kraken tot het verleden te laten behoren. Precies. Ja, want het piept en het kraakt. En het, men doet als coalitie het voor dat het allemaal goed gaat. Dat alle bezuinigingen gehaald worden. Dus aan de voorkant bezuinigt men alles weg. En dan willen ze er dus eigenlijk aan de achterkant weer 3 ton inpompen wat er allemaal verkeerd gaat. Dat is veel geld, hè? Dat is heel veel geld en dat willen ze structureel voor 3 jaar doen. Dat is 900.000 euro. Ja, wij zijn not amused over het bedrag, maar ook de manier waarop het gebracht wordt, dat we er eigenlijk op een zeer korte termijn gewoon niet over kunnen discussiëren. Het is ook niet duidelijk wat de dekking daar, of ja, de dekking is wel duidelijk. Daar is overal geld bij elkaar geschraapt uit allerlei potjes. En daarin wordt ook de begrotingsdiscipline verlaten die wij de Blom-norm noemen, waarin je dus in eigen programma's alleen het geld mag uitgeven. Dus dat is één. Tweede is wat wij vinden dat de onderbouwing van waar wordt het dan uitgegeven, dat het gewoon niet duidelijk is. Nee, men heeft 3 ton nodig. Ja, en wat we dan precies mee gaan doen, dat weten we nog niet. Nee, dat kwam vanuit de vraag kwam vanuit het ambtelijk apparaat zelf. Leg het mij maar uit. Nou ja, als daar iets aan moet gebeuren en het is bottom-up, prima natuurlijk. Ik zeg niks over die kwaliteit, maar ze zeggen zelf dat de kwaliteit niet goed is. En op het moment als het dan bottom-up is, ja, dan denk ik dat er iets moet gebeuren. En als die mensen dan gaan bepalen dat 3 ton is, ja, dan wil ik dat nog wel eens tegen het licht aanhouden. Ja, Jolanda Stoetenvlag van de ChristenUnie, die had het ook met name over sfeer, onderling onder ambtenaren, veel ziekteverzuim. Gaat het wel goed?
Daar komen wij niet achter. Wij kunnen daar niet duidelijk de vinger op leggen. Dat is dan uitvoering ineens. Maar we mogen wel per jaar 3 ton doneren. En dan zeggen van nou, dan mag je het dan maar weer doen. En dan spaarzaam komen er dan wel dingetjes uit van ja, we hebben dit en dat ermee gedaan, et cetera. Wij vinden dat gewoon, dit is echt ziek. Hè? Men zegt, dit is ook niet geen kattenpis. 3 ton op jaarbasis, dan wil ik ook structureel daar een goed debat in de Raad over hebben. En dat wordt ook gewoon onmogelijk gemaakt, want als je dan ziet dat de coalitiepartijen, die hebben alleen de veters zitten tellen, die hebben echt gewoon met hun hoofd naar beneden gezeten, terwijl de ChristenUnie en wij als Partij van de Burgers daar een debat over wilden hebben. En je krijgt gewoon geen antwoord, ook van de wethouder zelf niet. Dat vind ik beschamend eigenlijk voor deze raad, dat het op deze manier moet. Men had hier veel meer tijd vooruit moeten trekken, veel meer dingen onderbouwd moeten laten zijn. En nu wordt het gewoon door ons door de strot heen geduwd. Er is raadsbreed een motie ingediend als het gaat om het mantelzorgcompliment. Vertel. Het mantelzorgcompliment is een compliment aan mantelzorgers. Het is een beetje ingewikkeld, maar mensen die dus voor andere mensen zorgen en dat een bepaald aantal uur per week, komen in aanmerking 1 keer per jaar, in dit geval tenminste, voor een compliment. En in dit geval was dat een bedrag van €125 per mantelzorger. Ja, nu zijn er maar ruim 300 mensen in Tiel geweest die daar hebben gebruik van gemaakt. Voorgaande jaren waren dat 1000 of net iets meer. Ja, in voorgaande jaren was het zo dat dat door het Rijk werd verzorgd. En dan kregen de mantelzorgontvangers, dus degene die de mantelzorg kregen, dus die hulp kregen van andere mensen, die kregen via de SVB, Sociale Verzekeringsbank, kregen zij een formulier toegezonden. Dat konden ze invullen en aan de hand daarvan werd dat mantelzorgcompliment verstrekt door het Rijk. Met ingang van 2015 is ook dat overgeheveld naar de gemeente. Er is een pot met geld naar de gemeente toegekomen en verder moest de gemeente het maar uitzoeken. Wij hebben nu als gemeente is er besloten dat er €125 per mantelzorger zou worden uitgekeerd. En in kranten en alle soorten media is er aandacht voor gevraagd. Hebben mensen zich op kunnen geven. Maar helaas hebben er maar 346 mensen gebruik gemaakt van het aanvragen van het mantelzorgcompliment. Oftewel, er is geld over. Wat gaat Tiel daarmee doen? Er is geld over. En toen hebben wij nu als raad gezegd, college, laat dat geld van 2015 nu staan en ga nog eens opnieuw kijken of we op de een of andere manier mensen nogmaals kunnen, nou je zou bijna zeggen verleiden, als je echt mantelzorg van iemand krijgt, om alsnog op de een of andere manier, wij weten nog niet hoe, want het college komt met een plan, om te zorgen dat dat geld toch terechtkomt bij de mensen die het verdienen. Ja, mooi gebaar van de gemeente Tiel. Dat vind ik wel. Ik vind dat de Raad daar heel goed aan doet. Want het is zo dat mantelzorgers zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Mantelzorgers hebben het ook vaak zwaar. Mantelzorgers maken kosten. En dan 1 keer per jaar kun je iets voor een mantelzorger doen. En volgend jaar komt er ander beleid. En daar zullen we als Raad ook bovenop zitten. Dat we zo breed mogelijk een groep kunnen bedienen hierin. Ambitiedocument als het gaat om de regio Rivierenland. Waarom is dat document vastgesteld? Nou, het document is vastgesteld en we hebben er nog een brief aan toegevoegd aan regio Rivierenland. We willen nog wat accenten erin verleggen om met Rivierenland als geheel een eenheid uit te stralen, gezamenlijk op te trekken naar de provincie, naar Europa, naar Den Haag, om te werken aan dit fantastische Rivierenland. En er was al best wel een lange discussie, punten en komma's die daar besproken werden. Wat is er uiteindelijk uitgekomen? Nou ja, als je zegt van we gaan voor een sterk Rivierenland, dan wil je dat een beetje handen en voeten geven. En je kun je nooit overal op concentreren, dus je wilt je ergens op focussen. En deze raad heeft nadrukkelijk willen focussen op logistiek. Dat is naar de regio toe meegegeven van werkt dat speerpunt goed uit. En natuurlijk is er nog heel veel anders op het gebied van duurzaamheid, volkshuisvesting enzovoort. Maar dat moet dat speerpunt als het ware versterken. Dat moet door alles heen gaan, zodat die aandacht op die logistiek gericht is. Inge Jouwstra van ProTiel, er is vanavond gesproken tijdens de gemeenteraadsvergadering over het ambitiedocument regio Rivierenland. Heel veel punten en komma's. Nou, dat was het zeker en dat vonden we eigenlijk wel erg jammer. Het is een heel breed document en ja, het woord zegt het al, het speelt zich af in de regio en daar zijn wij een onderdeel van. Dus je moet het ook heel breed bezien.
Op het moment dat er inderdaad een amendement komt waarin het gewoon toch heel erg op het gedetailleerde werk gezet wordt, dan vinden we dat een brug te ver. We moeten nog met elkaar naar uitwerking gaan kijken. En dat doe je met meerdere plaatsen in de regio. En we zijn nou inderdaad een regio met gewoon een hele grote diversiteit. We hebben in het verleden al gekozen voor een aantal speerpunten. Nou, het is op zich natuurlijk prima en dat is ook de praktijk dat je wat accenten legt op twee van de drie speerpunten. Maar om dan heel gedetailleerd invulling te gaan geven, dat gaat ons echt een brug te ver. Wat is het doel van het document? Nou, het doel van het document is dat je gewoon met ondersteuning van je gemeente om je heen inderdaad gewoon kijkt dat je binnen de provincie, maar zeker binnen Nederland, een wat belangrijkere positie krijgt om je onderscheidend te maken. En dat doe je gewoon met elkaar en dat is ook eigenlijk de enige manier waarop het op dit moment nog mogelijk is in Nederland. En dat dus kaderstellend en zonder de punten en de komma's als het aan het protie ligt. Nou zeker, en dat is ook eigenlijk de functie van de raad, van dat je kaderstellend bent. En dan komt later inderdaad wel om de hoek kijken hoe je met elkaar de afspraken gaat maken. Frank Groen van de PVDB. De PVDB heeft vragen gesteld over fluviatiel. Daar is antwoord op gegeven door het college. Wat waren nou precies die vragen en wat was het antwoord? Nou, de vragen waren, waar staan we? Wat is er gebeurd in het aanbestedingstraject tot nu toe? Als het aanbesteed is, wie gaat het doen? En hoe kijkt de gemeente aan tegen de beslaglegging die er ligt van de heer Reuvers op de grond? Ja, dan gaat het om deelgebied 3 van het vijverterrein. Ja. Wat is er uitgekomen? Nou, er is uitgekomen dat we het eigenlijk nog niet weten. Dus de antwoorden die zijn redelijk onduidelijk. Ze zijn nog bezig met het hele traject voor de aanbesteding. Dus daar weet ik niet veel meer over dan wat we al wisten. De gemeente heeft aangegeven geen geld te reserveren voor mogelijke schadeclaims. Omdat de gemeente vindt dat ze alles gedaan hebben om de grond in ieder geval niet in waarde te laten verminderen. Dus zijn we nog niet veel verder dan waar we waren voordat de brief geschreven is. Wordt het spannend, jouw inziens? Nou, ik hoop het niet. En dat heeft denk ik niemand zijn voorkeur. Ik denk dat niemand erbij gebaat is. De gemeente niet, de inwoners niet, de bedrijven niet die daar zitten. Maar als politiek natuurlijk ook niet. Dus ja, daar moet een oplossing voor komen. Het vervolg? Het vervolg is dat we dus nu eigenlijk moeten wachten. Vinger aan de pols houden. Eerst moeten wachten tot er antwoorden komen over de aanbesteding. En wat er dan gaat gebeuren. En hopen dat de heer Reuvers samen met de gemeente Tiel een geschikte locatie vindt. Om daar of weg te gaan of daar te blijven. Zodat iedereen in goede harmonie met elkaar door kan.